toewens, dan is het dat. Dat u nog heel vaak en heel veel mensen recht zult doen. Straks heeft u een nieuwe leider met wie dat vast gaat lukken. En maandag komt er het partijbureau een nieuwe campagnevrijwilliger uit Amsterdam-Noord binnenslenteren. Het is goed zo. Ik dank u wel dat ik dit heb mogen doen. En u bent niet alleen een leugenaar, ja, maar u bent een ophitser. Een ophitser. Een ophitser waarmee u Nederlandse, en u bent Nederlandse volk. En onder de gordel populist. Populist. Ja. Weet u wat ik zo vreselijk vind? Ja. Dat u potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen exploiteert. Weet u wat u doet met dit? Exploiteert om u die boekjes, die overigens voor zijn gulden informatie bevatten, om dat te verkopen. Ja, wat is onbeschuldiging met mijn boek? U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Ik kan niet tegen mensen zoals meneer Van Dan, die heel veel invloed hebben in dit land, die een verleden hebben. Rik mijn vestje en dan op tv gaan zeggen dat Pim Fortuyn een untermens is, een minderwaardig mens en boeken heeft. Maar hier, de niet zoals u wilt. Nu gaat het niet zoals u wilt. Maar u ziet hoe weer een nieuwe werkelijkheid. Het woord untermens heb ik nog nooit. Nou, minderwaardig mens dan. Nooit in mijn leven in mijn mond gehad. Ja. De overweging dat u daarmee zelf meewerkt aan het tot stand komen van die exhibitionistische verrijking, dat is geen punt geweest. Nou ja, je kunt wel zeggen, ik doe daar niet aan mee, maar daarmee verander je ook niks. Ik bedoel, als de wet van vraag en aanbod internationaal dat aan een bedrijf oplegt, dat je die keuze moet maken, dan kun je daar ook niet aan onttrekken. Dus ook al zou je dan zeggen, dat doe ik niet mee, dat maak ik niet mee. Nou, dan gebeurt het toch maar dan zonder mij. Maar dat laatste heeft u niet overwogen, zonder mij? Nee, dat heb ik het duivelsdilemma genoemd toen.